Dit is met Ballad Medium 3.0 live vanuit Facebook. En hier bij mijn Ballad Medium kan je vragen stellen die met ja of nee te beantwoorden zijn. Dus stel die vragen. Roy Schippers kijkt. Dit is met Ballad Medium live. En hier bij mijn Ballad Medium kan je vragen stellen die met ja of nee te beantwoorden zijn. Dus stel die vraag. Maurits Burger kijkt ook. En Edith Roosendaal ook. Edith Roosendaal vraagt: ben ik lief? Ja. Edith, je bent lief. Zonder meer. Udo Beatbox zegt: goedenavond mijn Bello. Ja, jij ook jongen. Toppertje. Dit is met Ballad Medium 3.0 live vanuit Facebook. En hier bij mijn Ballad Medium kan je een vraag stellen die met ja of nee te beantwoorden is. Dus stel die vraag. Kost niks, maar daar heb je ook totaal niks aan. Kom maar op. Bij Ballad Medium neem natuurlijk geen enkele verantwoordelijkheid voor de antwoorden die jij geeft. Dus de vragen zijn totaal op eigen risico. Is niemand vragen? Dit is met Ballad Medium 3.0 live vanuit Facebook en hier kan je vragen stellen die met ja of nee te beantwoorden zijn. Chantal Pache vraagt: zie ik je weer bij Nick? Met Ballad Medium zegt: nee Chantal, sorry, ik zie je niet bij Nick. Niet volgende keer. Helaas. Andere keer. Udo Beatboxer vraagt: ga ik nog eten? Het antwoord van mijn Ballad Medium is ja. Je zal weer eens gaan eten. Jij. Vooral jij. Ja, jij gaat eten, jongen. Edith Roosendaal vraagt: vind ik dit leuk om te doen? Het muntje. Daar neem ik geen verantwoordelijkheid op. Edith, het antwoord was nee. Daar zou je geen plezier in hebben. Helaas. Maurits Burger vraagt: hoeveel antwoorden met ja of nee heb je beantwoorden? Dat weet ik niet. Dat kan ik niet met ja of nee beantwoorden. Zo simpel is het. Edith vraagt: heb ik morgen een beter humeur? Even wachten. Mijn Ballad Medium zegt nee. Edith zal geen beter humeur hebben morgen. Helaas. Maar het kan altijd beter, hè? Het gaat er ooit, als je helemaal beneden bent, ga je weer omhoog. Dus dat is geen ontkomen aan. Dus kijk het positief. Dag Niliam, lach niet. Waarom lach je niet? Niliam, lach niet, stelt geen vraag. Dus mijn Ballad Medium heeft ook daar geen antwoord op. Maar dit is mijn Ballad Medium 3.0 live vanuit Facebook.
en hier kan je een vraag stellen die met ja of nee te beantwoorden is. Niliam lacht niet, vraagt: ga ik een hanenkam krijgen? Hanenkam krijg je niet, die doe je zelf. Dus het is aan jou. Edith Roosendaal vraagt: heb ik iets met typen? Geen flauw idee, ik hoor, maar ik ga het muntje draaien. Helaas, nee. Het muntje zegt nee. Ik kan er niks aan doen, sorry. Edith Roosendaal vraagt: heb ik iets met typen? Het muntje zegt nee, dus het medium ook. Samantha Power Kroeger vraagt: zeg ik, ben ik de eerste van Nederland? Nee, volgens mij niet. Echt niet. Nee, je bent niet de eerste van Nederland met de naam Samantha. Roy Schippers vraagt: moet ik nog flink bouten vanavond? Dat is echt een boutvraag, Roy, maar die gaat mijn bellen medium beantwoorden. Een momentje. Mijn bellend muntje zegt: nee, je gaat niet bouten vanavond. Waarschijnlijk heb je al gebouwd vandaag. Ergens in de middag, vroeg in de middag. Of laat in de ochtend, kan ook. Maar je hebt wel gebouwd. Dus morgen weer een kans om te bouten. Udo Big Boxer vraagt: zal ik dit jaar jullie in het echt ontmoeten en elkaar de hand geven? Dat zou mooi zijn. Maar ik denk dit jaar niet. Dat is nog te vroeg. Ik heb een paar vragen gemist helaas. Dus als jullie die weer stellen, dat ik zie maar 3 berichten per keer. Dus als het te snel gaat, dan kan ik niet beantwoorden. Dit is mijn Bellend Medium 3.0 live vanuit Facebook. En hier bij mijn Bellend Medium kan je een vraag stellen die met ja of nee te beantwoorden is. Niliam lacht niet, vraagt: Zal ik net zo goed kunnen bewegen als een slangenmeisje? Met een dikke smaal? Nee, denk het niet. Niliam lacht niet, zal niet bewegen als een echte slangenmeisje. Al ben je natuurlijk wel een slang, maar ik wil niet zeggen dat je ook als een echte slang kan bewegen, maar dat is terzijde. U de beatboxer zegt: je blijft hangen. Ja, het kan. Alles hangt. Het hangt allemaal factoren vast. Allemaal factoren waar jij geen invloed op kan hebben. Dit is mijn Bellend Medium live vanuit Facebook. En hier bij mijn Bellend Medium kan je vragen stellen. Als de vragen maar met ja of nee te beantwoorden zijn, dus stel ze die. Verzin maar wat. Alles wat je op je maag hangt, vraag het. Dit is mijn Bellend Medium live.
Bij mijn medium kan je een vraag stellen die met ja of nee te beantwoorden is. En ik geef jou gewoon antwoord. Kost niks, maar dan heb je ook niks. Dus klaag niet. Ik zie een vraag van Edith Roosendaal. Hoezo alleen antwoorden met ja of nee? Qua interacties antwoord ook leuk, toch? Zou kunnen, maar... open vragen heb ik niks aan. Er moet er wel met ja of nee te beantwoorden. Dus het is voor jullie duidelijk en voor mij ook. En ik hoef natuurlijk die vraag niet te beantwoorden met ja of nee. Jullie stellen de vragen met ja of nee. En hoe ik ze beantwoord, is aan mij. Dus daar ben ik helemaal vrij om. Dus dat is de enige regel. Simpel toch? Samantha Power Kroeger vraagt: ben jij stout? Ja, iedereen is wel eens stout. Ja, toch? Zo simpel is het. Ja, iedereen is wel eens stout. Zelfs mijn ballet medium. Dus, dit is mijn ballet medium. En hier bij mijn ballet medium kan je een vraag stellen die met ja of nee te beantwoorden is. Dus als je vraag hebt, stel het. Het kost niks. En zoals in Zoetermeer zeggen ook, daar heb je ook totaal niets aan. Maar ja, dat is terzijde. Vragen. Ja, Patricia José kijkt ook. Dag Patricia. Hoi. Nilim lacht niet, zeg ik. Ik niet, ik ben een engel. Ja, of een bengel, kan ook. Maar dat doet er niet toe. We gaan naar de volgende vraag. Patricia José zegt: mijn bel is een boefje. Nou, waarom? Ik zou niet weten waarom. Hè? Of jij geen boefje bent. Dit is mijn Ballet Medium 3.0 live. Edith Roosendaal vraagt: zal ik mijn was nog gaan ophangen? Nou, volgens mij hoeft mijn Ballet Medium daar geen muntjes voor te draaien. En ik zeg, gewoon uit persoonlijke titel, ik zeg nee. Jij gaat niet de was ophangen, Edith Roosendaal. Het is nu al donker. Misschien gaat het vannacht regenen. Dus, of misschien moet je het binnen hangen. Kan ook. Nilium lacht niet. Vraagt: zal ik door een mug gestoken worden? Ja, dan moeten we de spirituele wereld raadplegen. Om een ultieme antwoord op die vraag te hebben. Tjoe, daar komt ie. Nilium lacht niet, je wordt vanavond niet door een mug gestoken. Helaas. Patricia José vraagt: zal Patrick wraak nemen? Welke Patrick? Dat is de vraag. Maar zoals ik zeg nee. Patrick zal geen wraak nemen. Maar ja, Patrick kennende, god, voor een domme, hij gaat de beuk erin. Die zal het echt zuur lusten. Ja, John Ory vindt het slecht, met dikke smileys, maar oké, ik ga gewoon door. Edith Roosendaal zegt: thanks held. Waarvoor, weet ik niet, maar ja, we gaan hem door. Samantha Angelique de Nokke vraagt: heb je nog wat te vreten? Op zijn haar dan. Oh, mijn stemmen gingen over. Nee. Nee, ik moet nog gaan maken. Nee, ze hebben geen flauw idee. Nee. Pas. Nee. Nee, Samantha Angelique de Nokke. Ik heb geen vreten.
Ja, Oedo Beatboxer vraagt, heb ik gisteren nog 3 muggen doodgemaakt? Daar moet ik echt een muntje voor gaan draaien. Daar gaat hij. Nee, Udo Beatboxer heeft geen 3 muggen doodgemaakt gisteren. Jos Zomerplaag kijkt weer, vaste kijker. Hoi Jos! Niliam lacht niet, vraag, ga je iets lekkers voor ons maken? Wie is ons? Ons kunnen heel veel zijn, of een ons, 250 gram, een halve van een kilo, ons noemen ze dat. Raar, dus ons is een half kilo. Nee, ik ga voor ons en voor geen half kilo iets voor jullie maken, helaas. Dit is Met Ballet Medium Live 3.0 vanuit Facebook en livestreaming. En hier bij Met Ballet Medium kan je een vraag stellen die met ja of nee te beantwoorden is. En die antwoorden zullen alleen beantwoorden in de live uitzending. En dan heb je pech. Dus, maar weet wat je gaat vragen. Met alle antwoorden zijn op eigen risico. Samantha Angelique de Nokke vraagt, wordt vrouw Fran de nieuwe filmster van het Duitse filmdoek? Of het Duitse doek. Het is maar net welke doek, maar... Antwoord van het medium is nee. Udo Beatboxer vraagt, kom je ook naar de zomerdaagse, vierdaagse in Nijmegen? Nu, 4 dagen in Nijmegen, dat wordt een hel. Nee, dat wordt het niet, Udo. Bob Timmerhoff is ook aan kijken. Dag Bob! Niriam lacht niet, vraagt, zal ik eens een keukenprinses worden? Nou... Niliam, dat ben je al. Dus gewoon doen, hè. Dan ben je vanzelf een keukenprinses. Echt. Horen jullie de muziek op het achtergrond? Heb ik allemaal zelf gemaakt. Maar dat terzijde. En de raam staat open, dus jullie kunnen ook achtergrondgeluiden horen. Maar dit is Met Ballet Medium 3.0 live vanuit Facebook. En hier bij Met Ballet Medium kan je vragen stellen. Wel vragen die met ja of nee te beantwoorden zijn. En Met Ballet Medium geeft jou antwoord. Alleen tijdens de live uitzending. Dus stel die vragen. Geen onzin de ronde. Het hangt eraf, hè. Samantha Angelique de Nokka vraagt of zegt, Mike is in hogere sfeer. Hi dus. Dat is hi. Ja. Het is gewoon een concept. Mijn Ballet Medium is een concept. Gewoon een gedachte. Een beeld. Iets wat antwoord geeft. Dus stel je vragen. Edith Rosenthal vraagt, schijnt de zon bij jou? Maar Ballet Medium zegt, nee Edith, de zon schijnt hier niet. De kaarsen staan wel aan om me heen. Ik ben omringd door kaarsen, maar dat kan je niet zien. Hey, Patrick Stamford kijkt ook. Welkom Patrick. Heb je een vraag Patrick? Met Ballet Medium geef jouw antwoord. Je weet het, je kent mij, dus geen dolle. De vragen moeten wel serieus zijn. Dan krijg je ook misschien serieuze antwoorden.
Jacqueline van de Ham Hoedermans, wanneer gaat het regenen? Nou, het antwoord is simpel. Het regent altijd. Overal ter wereld, het regent altijd. Maar wanneer het bij jou regent, is een andere vraag. Ja, je moet wel specifiek vragen stellen. Overal ter wereld regent het ergens over. Dus... die zonnebril. Ja, Edith Roosendaal vraagt, vandaar de zonnebril. Nou, die heb ik altijd standaard op met mijn belly medium. Dat met mijn belly medium. Het is niet dat ik het praat, maar mijn belly het medium praat via mij. Ja, dat is lastig te verwoorden, maar dat is het wel. Dus daarom met die bril. Ik praat niet namens mezelf. Ja, dat kan je ook zien als een persoonlijkheidsstoornis. Of een dubbele persoonlijkheid, of daar iets tussenin. Nilium lacht niet, vraagt. Zou iemand mijn auto wassen? Ja, Nilium. Denk van wel, jij gaat je eigen auto niet wassen. Nee, je gaat gewoon door de wasstraat. Dus dat betekent dat die... door iemand anders wordt gewassen. Ja toch? Daar hoef je geen medium voor te zijn. Patrick Zijnvoort zegt hoi hoi. Dag Patrick. Patricia José vraagt, komt mijn zoon binnenkort op televisie? Ja. Mijn belle medium zegt ja. Dion, kom op tv. Patrick Stemvoort vraagt, wordt het morgen mooi weer of morgen mooi weer? Ja, morgen wordt het mooi weer, Patrick Stemvoort. Dus ja, binnenkort ook mijn bellet medium KNMI. Dan voorspelt mijn bellet medium het weer gewoon. En ik kan jullie verzekeren dat het een stuk beter zal gaan wat die... Carnemie-lutsers op de NPO doen. Maar dat tezijde. Volgende vraag. Edith Roosendaal zijn. Zijn er alle poezen allergisch voor lelies? Nope. Geen flauw idee. Maar ik ga het muntje draaien. Nee, alle poezen zijn niet allergisch voor lelie, Edith. Dus helaas. Teun Parijs kijkt ook. Welkom. Samantha de Nokker zegt 14 kijkers, maar ik zie er 16. Maar het medium ziet natuurlijk altijd meer dan wat jullie kunnen zien. Bob Timmerhof vraagt. Kun je 5 blauwe groenten noemen? Mijn belly medium zegt ja. Patrick Stemvoort vraagt, wat ga ik doen zaterdag? Patrick! Het is geen vraag die met ja of nee te beantwoorden is. Dat is de i... Nee, daar kan ik geen antwoord op geven. Oh, Udo, sorry. Ik heb net je vraag gemist. Ik zie mezelf wegflippen. Teun Parijs zegt, kan het wel iets vrolijker? Ja of nee? Ik zeg, nee, kan niet vrolijker. Dit is het en dit zal het blijven. En dit is wat het is. Daar kan ik totaal niets aan veranderen. Het is live. Dus... Nilem lacht niet, zegt, het lijkt net of je blond haar hebt. Ja, zeg eerder grijs haar. Kijk zoals mijn sikkie, ja, allemaal grijs. Ja, ja. Edith Roosendaal zegt 16 inderdaad. Ik weet niet meer waar het over ging, maar oké. Okay. Oh, Samantha Power Koegen zegt, ik ga, doei. Hoi, doei Samantha.
Nou, welterusten. Oké, dit is mijn Ballad Medium 3.0 live vanuit Facebook. Openbaar. En hier bij mijn Ballad Medium kan je een vraag stellen die met ja of nee te beantwoorden is. En mijn Ballad Medium zal jouw antwoord geven. Maar weet wat je vraagt. Dat mijn Ballad Medium neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de antwoorden die jij geeft. Edith Rosenthal vraagt, ga ik dit promoten? Ja of nee? Maar bij de medium zegt ja, dit ga je promoten. Zoals je al eerder gedaan met een like op Facebook. Bob Timbrop vraagt, wil jij 100 euro aan mij overmaken? Maar bij de medium zegt nee. En ik ook niet hoor. Nee. Maar er moet er wel een dienst tegenover staan als ik die 100 euro aan je overmaak. Dus wat heb je mij te bieden, Bob Trimroff? Zeg het maar, je bent videospecialist, dus misschien kan je me helpen om deze setting te verbeteren en mij te professionaliseren tot ik, dat ik bij SBS6 kom. Maar ja, je moet er wel wat voor doen voor die 100 euro. Bedankt Udo. Ja, zelf vergemaakt. Heel lang geleden, denk ik tientallen jaren geleden. Nou, Edith Rosendaal ligt in een deuk. Dat is altijd fijn. Traan over de wangen, hè? Dit is mijn Ballad Medium Live. Niliam lacht niet. Nee, die lacht niet, maar die vraag, die stelt wel rare vragen. Ga je morgen een dansje doen? Nee, ik ga morgen geen dansje doen. Niliam lacht niet. Maar stel geen persoonlijke vragen, maar vraag over jezelf. Ja, natuurlijk, daar heb je toch een medium. Hè? Dan ga je toch geen medium persoonlijke vragen stellen. Dus, Patrick Stemvoort zegt, zal wraak zoet zijn? Ja, Patrick, die wraak zal heel zoet zijn. Jouw kennende vooral, dus ik hou mijn hart vast. Bob Timmerhoff vraagt, of zegt, mijn eeuwige dank heb ik te bieden. Ja, dat is altijd mooi. Die van mij ook aan jou, jongen. Hè? Ja, Teun Parijs zegt, ik zie wel potentie in. Het beeld is mooi, die zonnebril kan wel af hoor. Je hebt een mooie koppie, maar dat gaat er niet om. Het is een beetje van een stuk van privacy. Maar die kijkt met mijn ogen naar andere kanten waar ik zou moeten kijken. Dus de zonnebril blijft altijd erop. Ciao Bob. Woef woef. Udo Beatboxer vraagt, zal ik ooit een keer een paar kilo's afvallen? Nee, Udo, denk ik niet, jongen. Je bent jezelf niet de baas wat eten betreft, denk ik. Daar moet je echt een stuk bewuster mee omgaan. Nee. Het is lastig, ik ken het. Ja, ik heb hetzelfde probleem een beetje hoor. Maar het is hard werken. Udo. Edith Rosenthal vraagt, wordt SBS6 ooit een zender met niveau? Mijn Ballad Medium zegt nee. Gelukkig niet. Anders kan ik niet daarop komen waarschijnlijk, dus ja, ik moet het van laag niveau hebben. Teun Parijs vraagt, ben je mal joh? Het is weer zo'n persoonlijke vraag. Weet je, ja, ik moet natuurlijk een hele discussie gaan voeren, maar oké, ben je mal? Ja, tuurlijk ben ik mal. Welk imbecil doet dat hier, hè? Het is maar net.
Dus, Teun, hier heb je antwoord. Ja, ik ben mal. Alles is een mol van iets wat anders geproduceerd moet worden. Miliam lacht niet, vraagt: zal ik mijn katten kunnen trainen om gebruik te kunnen maken van de wc in plaats van de kattenbak? Waarom zou je al die moeite doen? Nee, het kost echt heel veel discipline. Dat ga je niet trekken. Of je moet 24 uur met die katten bezig zijn, maar nee. Antwoord van mijn ballot medium is nee. Dit was mijn ballot medium 3.0 live vanuit Facebook. En we gaan zo meteen de uitzending afsluiten. Dus je kan nog een ene laatste vraag stellen. Ja, ik zie een paar vragen. Het werkt nu wel op tijdstip. Leuk. Oh ja, ja, bedankt. Bedankt, Teun. Ja, het werkt. Ja, het kan werken, ja. Edith Roosendaal zegt: zal ik SBS even mailen? Antwoord is ja. Graag. Graag. Met dankbaarheid zou eeuwig zijn. Dat is altijd leuk. Maar dit is het einde van de uitzending van mijn Ballet Medium Live. Dit was de 5e uitzending. Je hebt nog heel even om een vraag te stellen. Dus als je echt iets op je maag ligt, stel die vraag. Een paar seconden. Tijd dat ik het kan lezen en verwerken. En dan ga ik de uitzending afsluiten. Dit was of is of nooit geweest mijn Ballet Medium Live. Roy Schipper vraagt: mag ik die mok hebben? Mijn Ballet Medium zegt: ja, die kan je bestellen bij die Spree shirt. Wie weet, mijn webshop kan die bestellen. Kost een paar tientjes, maar die kan je kopen, ja. Die kan je hebben, ja. Als je geld overmaakt. Of als je langskomt, krijg je deze. Oh nee, nee, deze was een vaderdag cadeau. Nee, nee, echt. Deze kan ik echt niet weggeven. Het is heilig. Nee, deze. Nee. Het is ja of nee, Roos Schippers. Urobeatboxer vraagt: wie zal eerder beginnen met de derde wereldoorlog? Amerika of Rusland? Udo, helaas, dit is een vraag die niet met ja of nee te beantwoorden is. Dat bedoel ik, hè? Edith Roosendaal zegt: doe ik! Oh ja, SBS. Ja, ik zeg doen, toppie! Ja, denk je dat ik op SBS wil? Nee, denk ik echt niet. Dat gaat echt niet werken, nee. Teun Parijs vraagt: heb ik een toekomst? Ja of nee? Heeft Teun Parijs een toekomst? Iedereen heeft een toekomst, Teun. Automatisch. Wat voor toekomst dan ook. Nu ga ik aftellen. 9. 8. Als niemand nog vragen heeft. 7. 6. Nog een paar tellen. Dan gaat mijn Ballet Medium 3.0 live afsluiten. Ja, Edith Roosendaal ziet potentie. Ja, anders doe ik het niet. Ja, ja, het is maar een hobby. Gewoon voor de lol. Het is leuk. Udo Beatboxer vraagt: ben ik slim? Ja, Udo, je bent slimmer dan ik dacht. Echt.
kan je wel eens een vergissing je. Jongen, je bent slimmer dan je denkt. En heel scherp ook. To the point. En zo houden. 4. En bij 3 komt deze vinger. Drie. En bij 2 gaat deze vinger hier. En ik zie nog een vragen, dus gaat naar 1. Dit is het einde van de uitzending van mijn Ballad Medium 3.0. Dit was de 5e uitzending en die gaat nu afsluiten. Tot de volgende keer.